staan hier in een Pieterperceel. En we willen vanmiddag samen met Telen Rick Lankoor een sensor gaan plaatsen voor de digitale beheersing van bladschimmels. We hebben daarvoor een programma uitgerold in Nederland om een landelijke dekking te krijgen met sensoren. Om zo de telers mee te helpen met het beheersen van de bladschimmels. Deze sensoren die meten temperatuur en vluchtvochtigheid in het gewas en geven deze waarden met een geregelde tijdspad door naar ons systeem en worden daar berekend in infectiewaarden voor de diverse bladschimmels. De belangrijkste bladschimmels in Nederland zijn Sarcospora en Stemphylium en deze kunnen dus gewasschade veroorzaken tot 30% in financiële opbrengst. Middels deze sensoren willen we telers ondersteunen, gerichter advies geven om op het juiste tijdstip in die noodzakelijke bestrijding toe te passen en daardoor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de hand te houden, liefst terugdringen en zorgen voor een hogere financiële opbrengst van de bieten. Ik woon in Zuid-Limburg in Kerkrade. Hier heb ik samen met ouders een melk- en aquabedrijf. Hier bij Telen ook suikerbieten zoals je kunt zien. Verder zit ik in de Koos en Jongerenraad en hierbij heb ik de bladschimmelsensor aangeschaft om ook data te kunnen verzamelen, ook naar Koos en toe, voor hun ook data kunnen geven, zowel vanuit Zuid-Limburg, maar ook voor onszelf om dichter op de teelt te zitten en gerichter met de bespuiting te kunnen bezig zijn, om zo ook milieubewust bezig te zijn met de bietenteelt. En ook voor zelf dichter op te zitten om een betere opbrengst te halen van de suikerbieten.